Dus je bent vrijgesproken. En waarom zijn ze dan niet blij? Ik weet niet. Ik ben ergens wel opgelucht natuurlijk, maar... blijft knagen. Ik had misschien wel eerder het gevoel dat ik toch een straf had verdiend. Suske, je mag dat niet zeggen. Je moet dat een plaatsje geven. Echt? Ja. Jens zou dat ook hebben gezegd. Ja. Zwart, ik ga naar de Friends. Ik ga wat administratie doen, want hij heeft daar te lang zo gelegen. Oeh, maar dat papierwerk, dat kan toch wachten? Ja. Ja, nee, je moet zelf zien. Ja. Okay. Het is dat. Ja. Succes. Succes. Ah. Oei. Ja. Is dat? Met Polly. Justice. Lees jij je gazet maar. Ik zal u dat straks wel uitleggen. Hey. Ja, Paulien komt net buiten, dus... Is dat nu Wiske? Ja. Ja, dat is Wiske. Het allerliefste katje van heel de wereld. We gaan je veel missen. Ja, maar ik moet ook niet overdrijven, dat zeg. Allee, liefje. Dat is mijn cadeau dat ik van u heb gekregen. Dat betekent wel keiveel voor mij. Ja, ik weet het. Sorry, sorry. Oké, okay, Stanny boy. Beloof me één ding, oké? Okay? Zorg goed voor Wiske. Ça va. Ere, dat zijn haar kattenbrokjes. Dat is met kip, want vis lust ze niet, hè? Ja. Ja. En in haar bak zit zo... In haar bak zit ook nog een kussentje. Ah ja, ça va. Ja, Stanneke, wil jij alsjeblieft één ding doen voor mij? Hè? Dat is dat best hier zo snel mogelijk weg vandaan. Ja, dat zal ik doen. Allee. Nog eens merci, hè. Merci, hè. Hé, papa? Zijn ze blij om hier te zijn bij ons? Heel blij. Ja. Ja, hier is er wel meer ambiance dan bij u. Ja. Zeg, ik zou u graag een voorstel doen. Wat zou je ervan denken om hier te komen wonen? Bij ons? Oh. Oei. Voilà, papa. Dus jij krijgt mijn kamer daar. En dan zit jij dicht bij de living en bij de keuken. Hé? En jij? Ik verhuis naar het eerste verdiep. En badkamer? Ja, de badkamer dat is ook op het eerste. Ik wou dat eigenlijk daar maken, maar dat gaat niet lukken. En de trap is vlakbij. Kijk. Ja. Gaat niet, hè? Maar waarom niet? Ik zal je wel dragen, hè? En anders zo'n lift, zo'n traplift voor oude mensjes. Hé? Snaks. Toilet. Ja, papa, dan kom ik je helpen. Nee. Dat is echt geen moeite. Nee. Geen goed idee. Ga jij binnen ook zo stil zijn? Op mij, ik snap gewoon niet waarom dat papa zo koppig is. Oh, liefje, je zit gewoon veel te rooskleurig. Ja, misschien wel, ja. Maar hij kan toch beter bij ons komen wonen dan dat hij in dat centrum zit? Ik ga je papa echt geen ongelijk geven. Wij gaan je papa nooit kunnen helpen omdat hij wordt geholpen in het centrum. We hebben die hulpstukken niet. We hebben die toestellen niet. Ja, nee, misschien niet. Maar we kunnen ook... Liefje, uw papa is tenminste realistisch. Ja, dat zal dat wel zijn, hè. Hij moet niet direct bij ons komen wonen, hè. Hij kan bij ons komen wonen als hij beter is. Ooit.